We hebben eigenlijk een palet aan maatregelen. We kunnen heel veel verschillende soorten oplossingen bedenken. Toch zien we dat in faunabeheerplannen er eigenlijk heel snel wordt doorgelopen, zeg maar, naar het einde van de gang. En dat is afschot. Het verband tussen hoeveel afschot moet je plegen en in welke mate brengt dat de schade die je wil aanpakken terug. Dat verband, dat kennen we niet. Of daar weten we nog maar heel weinig vanaf. Ja, dit is zo'n raster. Die in dit geval de beesten van de snelweg af moeten houden. 2 meter hoog, houdt reeën tegen, maar ook vossen, dassen en kleiner wild. Is één van de manieren waarop je het schadeprobleem van aanrijding in het verkeer kan voorkomen. Hoeveel er dan afgemaakt moeten worden, hè, want daar gaat het dan over, dan is dat op basis van het advies van de deskundigen. Dat is geen politiek besluit, dat is een besluit op wat mensen zeggen die er verstand van hebben. Van dierenwelzijn tot aan jagers en van natuurbeschermers tot aan wetenschappers. Die geven ons het advies, doe het zo. Nou, dat is waarop we dat baseren.